Vandaag kijken we naar de 20 beste kermisattracties. We hebben de hoogste, snelste en de meest zeldzame voor jullie geselecteerd. En we beginnen meteen met nummer 20. En dit is toch wel mijn favoriet. Kijk het paard, kijk het paard. Oké, jongens, nu gaan we echt naar het serieuze werk. Ja, dit. Nummer 19, de Rocket Ride. Dit zijn raketten die aan touwen hangen. Je zit eigenlijk gewoon in een raket. Het is een soort van zweefmolen, maar dan 10 keer vetter. Ja, en in een raket en kijk... Ze draaien nu rond. Hier zou ik persoonlijk nog wel in durven. Ja, ik ook. Ik zou er zelfs graag in gaan. Oh. Wat is dit dan? Oh, dit is een misselijkmakend ding. Oh, en ze vinden het ook niet leuk. Het lijkt een beetje op die attractie die zo gaat. Alleen gaat deze dan nog zo over de kop. Veel extremer. En dan te beseffen dat dit nog maar nummer 18 was. It's getting crazier. Oh, maar dit heb ik nog nooit gezien. Het heet in ieder geval de Wipeout. Ja, er gebeurt al iets. Hij gaat omhoog. Het ziet er in ieder geval wel heel vet uit. Oh ja, dit is echt weer zo'n misselijkmakend ding. Ja, maar ik vind het nou nog meevallen. Als je erin zit, is het misschien minder erg. Ja, oké. Dit is misschien nog wel misselijkmakend rustig. Op nummer 16 staat de booster. Goh, de booster. En hier ben ik ook wel eens in geweest. Ik ook. En ik ben heel bang als ik erin ga altijd. Ja, ik ben hier één keer in geweest. En ik kwam onder. En ik was te misselijk. Ja. Verder ga ik het niet vertellen, maar dat was niet leuk. Het was geen leuke ervaring. Ja, als je erin zit, ziet het er dus zo uit. Ja, maar kijk, je hebt momenten dat je alleen maar de lucht ziet. En dan val je, dan kiept dat bakje weer om. Oké, dit is wel een hele lijpe achtbaan. Dit ziet er in ieder geval heel vet uit. Maar het slaat eigenlijk helemaal nergens op. En we gaan in het karretje. En dit is Kevin die in de achtbaan gaat. Hij gaat in de buis recht omhoog. Nou, ze gaan volgens mij nu rechtstreeks naar beneden. Ja, en stiekem gaat het nog best hard. Oh my god. Dit noem ik de twister. Want... mijn twist. Hier zou ik wel ingaan. Ik weet niet. Ik vind het leuker als de booster, denk ik. Eerlijk, als je erin zit, ziet het best wel vet uit. Ja, het gaat heel smooth. Oké, jongens. Dit is de skydiver. Op nummer 13 staat hij. En ik heb dit nog nooit gezien. Kijk, het is een reuzenrad. Maar al die waagjes die gaan... draaien ook nog rond. Die draaien ook gewoon nog rond. Oh, wat? Kun je dit ding zelf besturen? Je kunt zelf bepalen of je over de kop gaat of niet. Dat is wel heel vet. Oké, nou wil ik er sowieso in. Ik ook. Wat zou de nummer 1 zijn? Ik heb geen idee. Ik vind het heel spannend. Ja, echt trouwens. Ik weet niet waarom deze attractie in de rij staat. Maar de eend is in ieder geval van de baan af. Hoe kan je dit doen? Hun draaien veel te snel rond. Hier zien jullie een schip. En dan denken jullie, dit is gewoon een normaal schip. Nou, nee. Ten eerste is het een attractie. Ten tweede, je kunt staan in het schip. Maar... als je boven bent... oh, dan kan je zweven. Dan komt er G-kracht of zo. En dan kun je zweven. Oké, jongens, even jullie aandacht. Dit is de raarste attractie ooit. Hier hoef je letterlijk niet eens gordels om. Je hoeft hier geen gordels om. En deze attractie is daarom ook verboden. Je wordt gewoon alle kanten op gestuiten. Ja, aan de ene kant lijkt me dit ook wel echt grappig. Kijk die moet je zo goed vasthouden. Ja, je moet je hier echt goed vasthouden. Het is levensgevaarlijk. Kijk die. Dit is alweer de nummer 9. En het ziet er heel raar uit, want ik heb het nog nooit gezien. Dit kan ik nog niet meer aan. Dit is ook gewoon wel zo heftig. Kijk hoe, er zit gewoon een klein beugeltje. Ik heb zo'n gevoel dat al deze attracties in Nederland niet mogen of zo. Want het ziet er zo heftig uit en ik heb het nog nooit gezien. Nee. Deze ziet er echt heel vet uit. Het lijkt wel een ruimteschip. Wacht. Zie je dat daar rechtsonder? Nee. Daar staat een schoen. Maar wat valt je nog meer op? Duitse hertlichtmuziek. Oh, maar deze gaat veel te hard. Nee, valt wel mee. Jawel. Nee. Wat gaat hier nou wel niet gebeuren? Ja, dit heb ik dus ook wel nog nooit gezien, hè? Nee. Dan word je al helemaal... oh, je gaat er al helemaal op de kop. Dit vind ik niet leuk. Als ik daarin zou zitten en die zou hem zo stopzetten als ik op de kop hang... nee, dat vind ik niet leuk. Dat vind ik echt niet leuk. Wie verzint dit? Wie verzint een attractie? Dit is gewoon een martelmachine. Waarom zou je erin gaan? Hier. Ja, kijk, dit dus. Dit is gewoon martel. Dit kan mijn brein niet meer aan. Moet ik echt van overgeven als ik dit al zie. Hij gaat over de kop rekenen. Oh nee, jongens. Oh, hij gaat helemaal over de kop. Oh mijn god. Niemand vindt het leuk. Kijk maar, niemand lacht. Maar weet je wat raar is? Kijk die guy daar. Die is echt gewoon aan het huilen. Ja, die is aan het huilen. We zijn alweer bij de top 5 aangekomen en dit is het Vortex. De Vortex. Dit is gewoon de Vortex. Dit is wel zo heftig. Dit gaat dan wel echt alle kanten op. Maar dit ziet er wel echt heel vet uit. Ja, maar dit is nog heftiger. Je ziet niks. Ik zie nogal niks. Je ziet echt niks meer. Je gaat gewoon alle kanten op. Ik denk dat dit een achtbaan is die alleen maar over de kop gaat. Het kan. Ik weet het ook niet. Hij gaat inderdaad over de kop. Oh nee. Hij gaat ook zo. En niet zo zuinig. En van binnen ziet het er zo uit, maar je ziet eigenlijk echt amper wat volgens mij. Nu gaat het spannend worden, de top 3.
En dit is echt wel top 3 waardig. Wat is dit nou weer? Dit is weer zoiets vaags. Maar dit staat toch niet in Nederland? Nee, ik heb het nog nooit in Nederland gezien. Nou, ik kan je vertellen, het is wel heel eng om hierin te zijn, denk ik. Ja. Je wordt alle kanten op gesleurd. Nummer 2 is de slingshot. En dit is in principe de katapult in de Nederland. En ik ben er ooit in geweest. Echt? Ja. Maar deze is volgens mij veel extremer. Deze is veel extremer. Oh, dit is echt hoog. Dit gaat echt hoog. Heel veel G-kracht voelt. Ja, je voelt je buik echt helemaal... Als je op het bovenste punt bent, dan ben je echt zo... En dan onder, dan is er wat... En dat heb ik al als ik over een drempel krijg. Deze twee dames gaan in de slingshot. En volgens mij hebben ze er geen zin in. Nee. Oh, maar... Wat doet zij? Wat doet zij? Dat heeft toch ook geen nut? Eerlijk, ze durven het wel. Ze durven het wel. En op nummer 1 staat de Inversion XXL. Hier verwacht ik dan heel veel van. Ja, deze heeft ook in Nederland gestaan volgens mij. Wel? Ja, daarom is het nummer 1. Kijk, de attractie ziet er nu nog heel onschuldig uit. Hij gaat gewoon... Hij is echt hoog hoor. Hij gaat over de kop en hij draait rond. Kijk, wat deze attractie heeft, hij heeft hoogte. Hij gaat snel en je draait heel hard. Op een gegeven moment gaan de karretjes zelf ook nog draaien. Oh, dus je draait 3 keer over de kop. Oh nee, maar je blijft echt heel lang in de lucht hangen. Ja, je blijft stil op de kop hangen. Maar het kan ook zijn dat je rechtop bent boven, hè? Ja, het kan, je kan alle kanten op zijn. Ja. En weet je wat ook kan? Dat jullie nu op de abonneerbutton gaan duwen.